Fabrizio, ruim 24 uur in Spanje. Eerste veldtraining zit erop. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, prima. Kijk maar om je heen. Alle omstandigheden zijn goed. Het veld is prima. Het weer is goed. De reis is goed gegaan. Dus ik ben een tevreden mens. Het is lekker weer. Het eten is prima. Dus ik denk dat we weinig te klagen hebben. We zijn gisteren aangekomen en vrij vroeg op schema. Toen hebben we goed ingecheckt. We hebben goed gegeten. Het hotel heeft goede faciliteiten. Daarna hebben we ons even opgefrist en zijn we naar het strand gegaan voor een voetvolleytoernooi. Waarin mijn stafgenoten Jan en Rob en Petje en ik eigenlijk titelhouders zijn. En die titel wilden we verdedigen, maar we hebben hem in de finale verloren. Dus van de 6 teams de finale gehaald, maar we hebben hem verloren. Op een niet echt eerlijke manier, maar goed. Ja, weet je wat mis met die trainer, joh? Die kan ten eerste kan die geen scores bijhouden. Dus als hij zelf spelleider is, kan hij geen scores bijhouden en totaal het spel niet leiden. Maar als hij zelf speelt, ja, dan zit alleen maar commentaar op de leiding. Dus het is nooit goed met die man. Dus hij kan zeggen wat hij wilt. Nou, de voornaamste doelstelling is voetballen. Voorbereiden op de tweede seizoenshelft. En dus weer fit worden. We hebben 2 weken, 3 weken stilgestaan, dus het is weer fit worden. Weer terug naar de ontwikkeling in je speelwijze. Hoe willen we spelen? In alle facetten. Verdedigen, aanvallen, omschakelen. En dat is de voornaamste reden dat we hier zijn, om de goede omstandigheden dat te trainen. En daarbij komt natuurlijk dat... ja, goed, je werkt aan teambuilding en dat is misschien eigenlijk bijna net zo belangrijk. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we gewoon nog dichter naar elkaar toe groeien als groep, met de begeleiding daaromheen. En daarnaast ja, gewoon weer op tijd fit te raken natuurlijk voor de competitie tegen Holstro over anderhalve week.